tot nog toe is de dag heel goed bevallen. Het is een hele leuke dag om hier te zijn. Omdat we het laatste jaar best een heleboel ontwikkelingen doormaken in de warmtesector. En ik vond het ook heel erg leuk dat het eigenlijk ook vandaag over diezelfde ontwikkelingen ging. En het begon natuurlijk met plaatsvervangend directeur-generaal van EZ. En wat ik zo mooi vond is dat hij ook zegt van ja, jullie verwachten van mij nu allerlei antwoorden en een heel perspectief over wat die toekomst wordt. Maar die ga ik jullie niet geven. En vandaag is eigenlijk een dag dat we met elkaar ook proberen te zoeken van hoe we de toekomst voor warmte het beste gaan maken. Dat is een leuke zoektocht. De warmtevoorziening wordt in 10 jaar tijd een stuk decentraler. Nu heb je nog de nodige grote stadsverwarmingsnetten met een conventionele centrale erop. En ik denk dat er veel meer ruimte gaat komen voor lokale projecten met lokale duurzame energiebronnen die warmte opwekken, gekoppeld aan de lokale afname van warmte. Dus het wordt een stuk decentraler allemaal. Waar ik wel van overtuigd ben is dat warmtenetten een hele belangrijke infrastructuur worden in Nederland voor duurzame energie. Wij geloven als bedrijf ook in de geothermie. Nou, als ik een warmtenet heb, kan ik geothermie makkelijk aansluiten. Als ik geen warmtenet heb, wordt het een lastig verhaal. Dus hoe het eruit ziet, weet ik niet. Maar dat de warmtenetten aan zich een belangrijke schakel in de energietransitie gaan worden, daar ben ik van overtuigd. Het verhaal van Bert is belangrijk voor de sector. Die is natuurlijk de komende maanden en de afgelopen maanden ook al met zijn team bezig om echt een stap te maken met warmte. En super dat hij hier spreekt en ook de input ophaalt uit de sector. Ja, dat gebeurt individueel en het is goed om hier nu met z'n allen samen te zijn en ook weer input aan het ministerie te kunnen geven.